Actiegroep R11 MIS hoorde de politiek uit over de R11 BIS. Die nieuwe baan zou het traject van de huidige R11 in een tunnel volgen en de E19 in Wilrijk met de E313 in Wommelgem gaan verbinden. Maar wat blijkt, geen enkele partij in de Antwerpse Zuidrand verdedigt die R11 BIS nog, omdat die de leefbaarheid en gezondheid in de woonkernen aantast. Geen enkele partij maakt zich daar populair mee om nu voor een R11 BIS te pleiten natuurlijk. Hè. Dus ze zijn unaniem bij wijze van spreken, want het Vlaams Blok heeft niet geantwoord. Voor de rest hebben alle partijen wel geantwoord. Maar de één partij is wel vager dan de andere. Met het plan van Ringland om de Antwerpse ring te overkappen zou de R11 BIS ook niet echt meer nodig zijn. Het is een argument dat steeds meer hout snijdt bij de politici. Velen verwachten bovendien dat die R11 BIS veel duurder zal uitvallen dan de begrote 500 miljoen. Wij willen het vuurtje brandend houden in alle betekenissen. En de verkiezingen zijn daarvoor een van de goede gekozen momenten. We moeten de kiezer bewust maken van kijk, de politiekers die jullie naar het parlement sturen, zorg dat dat goede politiekers zijn die een beetje voor onze volksgezondheid instaan. Aan de krijgsbaan wordt langs de luchthaven nu volop gewerkt aan de ondertunneling van de start- en landingsbaan. Daar worden meteen ook fundamenten gegoten die mogelijk kunnen aansluiten op de R11 BIS. Maar of die weg er komt, lijkt dus steeds meer de vraag.